We're gonna make this quick. Go, go, go. We moeten ontsnappen. Ik heb echt geen... Oh, daar is de politie. Vandaag ben ik super hyped, want dit nieuwe game... Thief Simulator VR is uitgekomen. Jullie kennen het vast wel, Thief Simulator. Ik heb het ook eerder 1 keer geüpload op mijn kanaal, iets van 1 jaar geleden of zo. Alleen nu is het dus ook in VR. Dus we kunnen nu gewoon huizen gaan overvallen. En dan kunnen we dus tv's pakken, allemaal sieraden pakken. En die dan verkopen en lekker rijk worden. Het gaat super awesome worden. Ik zet nu even de VR headset op. Oeh, het ziet er goed uit. Thief Simulator. Ik ben in mijn gare loods. Nou, het is best huge. Hop. Oké, daar is een huis. Oh, ik kan niet echt een middelvinger opsteken. Pick up that crowbar. Oh, wat? Wow, wat gebeurt er met dat ding? Nee. Oh, ik heb hem. Maar kijk, er zitten echt vissen... X in the game. Oh, hij is naar mijn belt gegaan. Oké, ik moet hem wel even wat strakker doen. Dum, 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 dum. Oké, crouch. Ja, daar kan je dus met een knop doen. Ik kan dus ook zo. Ik ben nu aan het crouchen. Kijk, daar zit een mevrouw. Oeh, daar zit een man. Let's go. Ben ik safe? Some dope left a flash. Slow, some dope. Oh, kijk, we hebben hier een zaklamp. Check dit. Put the flashlight on your head. De robbery. Oh, kijk, dit is heel sick. Oh. Dat was hem. Ik raakte hem verkeerd. Dicht. Hide the evidence. Dat kan niet echt meer. Wow, hide. Serieus? Oh, kijk, ik ben hier onder het bed. Wow, dat is zo sick. Oké, wat hebben we hier? Oeh, dit moet ik... Even slopen. Ik doe weer even mijn zaklamp aan. Door. Ja, dat zie ik, dat het een deur is. Oké, game. Mijn broek is een beetje aan het afzakken. Dat is een beetje embarrassing. Ik weet niet of je echt het licht aan kunt houden. It's backpack time, boys. Ducaten gaan in de tas. Toaster gaat in de tas. Dat past inderdaad niet. Oh, jawel. Laat maar. Pan gaat ook mee. Allemaal geld waard. Don't let nobody see you with that crowbar. Oh, dit voelt zo lekker. En dan raam open. Hide the evidence. Laat maar. Ik kom er niet bij. Ik kom er niet bij. Goodbye, boys. Run. Da-na-na-na. Oh, kijk. Hier is mijn auto. Een Lamborghini. Later, boys. Ik ga weg in mijn Lambo. Oehoehoe. Drive. Dat doe je echt zo. Oh, oh, oh. Ik weet niet hoe ik moet rijden. Oehoehoe. Laten we even wat coole dingen gaan doen. Ik wil nog niet naar huis. Oehoehoe. Oh, de feedback is ook... Oh, we zijn er al. Is het niet eigenlijk een beetje raar dat ik misschien letterlijk elke dag met een tv kom, met een broodrooster of met... Een pan. Ik denk dat u een beetje aan de pillen zit aan uw ogen te zien. Stop met dat aan mij geven. Ik wil verkopen, oké? Het is al moeilijk genoeg omdat de tafel al zo hoog is. Tip, koop een lagere tafel. Later. Morgen ben ik terug met een tv. Waarom kan ik niet in mijn auto? Oh ja, trouwens, ik kan ook zo. Woe! En hier kan je dan grote spullen in doen van de originele game. Dit is trouwens ook door andere makers gemaakt. Alleen ze hebben de assets gekregen. Steal an old TV. Sorry dat ik zo tril. 109. Loaded in the car trunk and drive home. Oké, 109 moeten we heen. Let's go. Ja, oké, we hebben onze... Oh, we hebben onze crowbar flashlight mee. Dat komt helemaal goed. Oeh, dit is wel echt een sick stuk. Woehoe! Oké, oh, hier zijn we al. Dit is dus met de tv. Dan moeten we even gaan plannen hoe we gaan staan. Voor de getaway call. Er is niks aan de hand hoor. Ik ga hier ook echt niet zomaar hier in het gras staan. Uit. Oeh, kan ik? Ook die hand. Wie heeft nou zijn hand zo als hij het raam open doet? Boom. We're in. Er is niemand thuis. Dat is iets wat we weten. Ik denk gewoon dat we het eerstvolgende raam gaan openen. En als deze. Het spijt me. Dit moet er ook altijd nog even bij. Zo, er woont hier niet eens iemand. We hebben hier ducaten in de wc gevonden naast een vuilniszak. Ja, ik zou wel iets beter met je geld omgaan. Het is ook echt maar 4 euro. Dat is niet zoveel. Zal ik echt gewoon heel veel ramen openmaken, maar dan krijgen we waarschijnlijk minpunten. Hello, senor. Pan nemen we mee. We weten dat hij geld waard is. Pannen nemen we altijd mee. Ook toaster met nog een pan. Dan hebben we denk ik alles in deze kamer. We nemen echt waardeloze spullen mee. Kunnen je altijd ook nog verstoppen? Daar is de... TV, ik wil jou niet. Oh, dit is de sleutel. Oh, zo. Yes. Oeh. Serieus, best wel mooi eigenlijk. Ik weet niet of er nu mensen zijn, anders kunnen we wel even opschieten. Oh, we hebben ook nog ducaten hier liggen. Hoppa. En dan is het nu tijd dat je broek afzakt. Yes, we got him, boys. Let's go. Oh, crap. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk dingen kapot maken. Trouwens, kan dit raam niet even verder open?
Ja, ik wou net zeggen. Ik kan toch helemaal... Nee, nee, nee! Ouwe, wat is dit? Zo. We got him. Oeh, kijk uit. Oh, nu kunnen we. Oké, go, go, go. In you go. Time to go. Mijn favoriete stuk. Woehoe! Maar het is ook zo scary. Ik weet ook gewoon dat er niemand thuis is. Maar het voelt toch gewoon vet als je die tv gewoon naar buiten tilt en in die kofferbak. Nee, we moesten niet naar de panshop brengen. Maar we hebben wel een toaster, 2 pannen en 2 potten. En we hebben de sleutel. Kunnen we de sleutel verkopen? Oh, dat is sad. Laten we even zo gaan rijden. Dat maak je jezelf zo moeilijk. Oeh. Ik doe het even zo hoor, want dan kan ik veel meer zo... Oh, zo! Sorry voor het bord. U zag helemaal niks. Er stond hier nooit een bord. Sorry, ik sta even stil op de weg. I know, ik ben niet onder invloed. Oké, laten we dan even de auto hierachter zetten. Totaal niet suspicious. Let's go. Oh, ik moet lockpikken. Nee, dat doe ik liever een raam, maat. Sorry hoor. Ben je gek? Where's my crowbar? Even serieus, waar is mijn crowbar? Crap, die zit nog in de auto. Lockpicking it is. Yes. Wat je dus moest doen, is je moest de bobbypin draaien. En dan moest je hier rechter trigger ingedrukt houden. En dan moest je wachten totdat hij helemaal draaide. En dan moest je dus zo verder draaien. Dit is veel beter dan laten we geen... Oh, crap. Ik kan... Laat maar. Ik kan het gewoon met mijn hand doen. Doe. Zo, niks aan het handje. Zo laat je wel echt geen evidence achter eigenlijk. Hallo. Ik woon hier altijd. Crowbar, yep, die lag nog in de... Oh my god, ik heb mijn eigen raam ingeslagen met mijn powers. Oh, ik kan dus hier ook in storen, zodat ik nog steeds wel dingen kan nakken. Dit is echt wat er in mijn backpack zit en dit is wat er in die doos zit. Dus eigenlijk zit er nog helemaal niks in. Dit is ook echt gewoon het vorige huis waar we robbery doen. Het is niet zo handig om letterlijk gewoon de buren de hele tijd aan te vallen. Gewoon letterlijk zo... 109, 110, 111. En dan gewoon zo langs gaan. Dan valt het op een gegeven moment best wel op. En dan kunnen ze een stap voor zijn. Nou, you need to find the right angle. Kijk, dus dan doe je zo. Dan moet hij ook meer naar links. En dan moet je dus gewoon blijven draaien totdat hij elke keer een stap verder gaat. En dan weet je dat je de goede kant op gaat. Dit keer niks in die verdomde doos doen. Ja, voor de rest gewoon alles in onze backpack. Hallo, poem. Oké, hier naar links. Oh ja, daar is 111. Oké, wat heeft dit huis te bieden? Je moet nooit aan de zijkant van de weg stoppen. Want dan kunnen mensen daar niet meer lopen. Terwijl ze daar eigenlijk wel gewoon kunnen lopen. Ik heb niks ingedaan. Nope. Here we go. Mensen kunnen ook gewoon lekker die tekst lezen. Je hebt een crowbar, je hebt een lockpick. Ja, dat heeft elk mens. Oké, we kunnen best veilig kijken. Oh, daar is die. Wat je dus nu doet, dat weet ik nog van de originele game. Als je naar één zo'n guy kijkt in het huis, weet je van iedereen automatisch de routine. Die man, die is nu thuis en die vriendin niet. En dan moet je dus nu even een uurtje wachten of je gaat daar even slapen op de parkeerplaats. Dus hallo meneer, ik ga eventjes een meter verder rijden om te slapen. Zo, lekker in de bosjes. We kunnen nu. Ze zijn nu allemaal niet thuis. Yes, oké, we kunnen. Er liep echt gewoon een auto. Dat kan niet lopen, maar... Wauw, ze hebben al echt veiligheid. Daar reed een auto. Dit is zo naar om te doen, hè. Ik ben bang dat die breekt. Deze was niet zo moeilijk. TV, told you. Doos met spullen. Nee, is het nu die glitch dat ik hem niet kan oppakken? Crap. Dan moeten we hem zo gaan doen. Die man kijkt... Er ligt echt geen tv op de grond hoor. Ik ben net bezig met de verhuizing. Oké, ik reken hem helemaal goed. Box with shady content. Boeit me niet wat erin zit. Ik ga nu even bij de pawnshop verkopen en dan kunnen we nog even één ding doen. Ik ben toch uiteindelijk gekomen met de tv. Here it is. Bedankt voor de 44 ducaten, 52. Kom zo nog wel even terug met een nieuw cadeautje. Oh, 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 oh. De speed, speed. Is ski. Woehoe. Oh, de deur is weer dicht zo te zien. Hij is er volgens mij wel achter gekomen. Wow, je kan hem ook hierboven vasthouden. Dat is wel sick. Ik wil eigenlijk echt meteen hierheen kunnen rennen. En dan gewoon de auto pakken en hem boeken. Kijk, het is super suspicious. We zetten hem in drive. We laten de deur open. We're gonna make this quick.
go, go. Go, go, go. We moeten ontsnappen. Ik heb echt geen... Oh, daar is de politie. Hoezo ben ik caught? Smash and grab. Oh, ik wou er twee doen, maar ik miste. Hallo, mevrouw. Ik ga ook echt niet ergens in een gekke container zitten of zo. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Oh ja, daar zijn ze. Oh, wat is al een... Oei, wat de... Ze komen ernaast staan. Ik zou echt niet weten waar die is. Ik ga ook echt niet naar huis kijken of zo. Kijk, ze gaan alweer weg. En die man die blijft daar gewoon staan. Na deze man stap ik uit. Dat is ook echt heel creepy als er opeens een man tevoorschijn komt. Hallo, meneer. Oh, zo, niet zo dichtbij. Dit staat niet helemaal goed. Oké, yes. We're done. Oh, die geur van de auto. Geweldig dit. Geur van loot. Here I come. Oh, wat repair damage. 1 euro. Tom, bam, bam, bam. Met die lage stoel, weet je wel. Ho! Zo, die lag. Ja, we hebben geen loot. Dat betekent home, sweet home. En dat betekent de video afsluiten. Smash duim. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!